Ook in Nederland woonden voor de Tweede Wereldoorlog veel joden. Vanaf 1933 waren daar ook nog wat Duitse joden bijgekomen omdat veel Duitse joden uit Duitsland vluchtten toen in 1933 Adolf Hitler aan de macht was gekomen. Toen Nederland bezet werd in mei 1940 kwamen de Duitsers in oktober 1940 met de zogenaamde Arie-verklaring. Alle ambtenaren moesten ondertekenen dat ze Arië waren. Als je dat niet ondertekende, werd je ontslagen. Joden konden dit niet tekenen, dus Joden werden allemaal uit het bestuur gezuiverd, zou je kunnen zeggen. Er waren protesten, maar de meeste Nederlanders, die gewoon Aria waren, verkla uh, verklaarden ook dat ze dat waren in die Aria-verklaring. Dit is een mooi voorbeeld van aanpassing. Uh, men wilde hun baan niet kwijt, dus tekende uh, men het maar. Vanaf 1941 werden ook overal uh, 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 borden opgehangen, Joden verboden en ontstonden er vaker ruzies tussen uh, uh, NSB'ers en uh, Joodse mensen. Als op een gegeven moment een aantal NSB'ers daarbij gedood worden, ontstaat er een, gro een grote razzia en worden er veel Joden opgepakt die naar concentratiekampen worden gestuurd. Concentratiekampen zijn plekken waarin tegenstanders van de natie zitten. Daar zitten niet alleen per se Joden in, daar kunnen ook andere tegenstanders zitten, zoals politieke gevangenen en uh, communisten bijvoorbeeld. In februari 1941 is die februaristaking waar ik het al een keer eerder met je over heb gehad, eigenlijk denk ik het eerste uh, zichtbare uh, protest van Nederland ook tegen de jodenvervolging, maar ook voor het eerst echt heel zichtbaar dat joden opgepakt worden bij razia's en in concentratiekampen worden gestuurd. Vanaf 1942 begint de echte deportatie van joden naar concentratiekampen en ook vooral vernietigingskampen, omdat dan die Wanzig-conferentie geweest is. In Nederland worden alle joden eerst verzameld in het doorgangskamp Westerbork. In dit kamp komen alle Joden die in verschillende plekken in Nederland opgepakt zijn, eerst samen voordat ze doorgestuurd worden naar bijvoorbeeld Auschwitz, Birkenau of Sobibor. Nederland heeft relatief gezien heel veel Joden, heel veel Joden kwijtgeraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn veel Joden vermoord in de Tweede Wereldoorlog, en na Polen het meest. Een aantal redenen zijn hiervoor te noemen. Het Nederlandse bewolkingsregister was ontzettend goed bijgehouden. De Duitsers wisten heel goed toen zij in Nederland kwamen wie er Joods was en wie niet. Nederland is ook gewoon heel dun be of dicht bevolkt en, en, en dicht op elkaar, geen grote bossen, waarin dus Joden zich moeilijk konden verstoppen. Het Nederlandse persoonsbewijs was ook heel erg lastig na te maken, waardoor het dus ook lastiger was om je voor te doen als iemand anders. Het was daardoor voor de nazi's eigenlijk heel gemakkelijk om de joden in Nederland te vervolgen, te vernietigen, te vermoorden.